Groeibeurs, de podcast behind the buzz. Echte verhalen over ondernemend Flevoland. Welkom bij de Pot en Podcast voor de Flevolandse ondernemer die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie, en aangeschoven in de studio vandaag zijn André Vrielink, mede-eigenaar van Flevobike, en Monique van der Wal, managing partner van Beach Street Skincare. Fijn dat jullie er zijn. Leuk. De zon schijnt alweer, dus we kunnen aan de skin, zal ik maar zeggen. Hè? Oh ja, maar zeker. Het is nu al heel belangrijk om je goed in te smeren. Heel gevaarlijk deze zon. Maar ook eigenlijk misschien wel als de zon er niet is, denk ik tegenwoordig. Ja, dat zegt inderdaad niet zo, dient zo heel veel. Ook bij bewolkt weer, cloudy weather, heb je toch nog wel genoeg UV-straling. Kan je tegenwoordig allemaal op je telefoon zien. Oké. Nou, en als je op de bike zit van André, dan moet je ook even insmeren. Maar goed, daar komen we zo dadelijk eventjes op. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen, bijgebleven op het gebied van ondernemerschap. Om even bij jou te beginnen, Monique. Wat mij is bijgebleven is dat ik de laatste tijd heel erg veel zie bij ondernemingen. Dat ze de mensen die dus hun personeel of collega's de ruimte geven om meer creatief bezig te zijn op de werkvloer. En ik vind dat een hele goede ontwikkeling. En zo ook in de omgeving, die wat inspirerender wordt dan alleen een kale kantoorruimte. Bijvoorbeeld wat planten, wat kunst. Dat is mij opgevallen. Maar wat bedoel je met creatiever omgaan? Want kijk, kunst op de werkplek is er wat anders dan dat je wellicht hele gekke dingen op de werkvloer mag gaan doen. Ze krijgen, laten we zeggen, meer ruimte om zich om hun ideeën die ze eventueel hebben. Ze krijgen een probleem bijvoorbeeld voorgelegd. En dat ze dan niet meer op de geëikte paden moeten lopen om dan eventueel een oplossing daarvoor te vinden. Maar zelf de ruimte krijgen om op hun eigen creatieve manier wellicht iets anders te bedenken. En dat vind ik mooi. Oké, een soort eigenlijk een soort budget of potje dat je zegt, ga je gang, maar los het zelf even op. Ja, precies. En dat kan ook aan groep natuurlijk. Dat je ziet dat er ook steeds leuke incentives bedacht worden. Niet meer allemaal op de geëikte paden. Van teambuilding en dit en dat. Maar ook echt leuke, vrijere uitjes. Is natuurlijk ook een beetje om personeel tevreden te houden en te behouden in deze dagen. Hè? Nou, dat is zeker ook heel belangrijk. Dat zie je natuurlijk ook. Ja. Hoe is het bij jou, André, eigenlijk op de werkvloer? Is het ook zo creatief? Ja, nou, wij zijn altijd creatief. Dat is waar we de hele dag mee bezig zijn. Wij zijn afgelopen 3 jaar met een fiets aan het ontwikkelen geweest. Wat ervoor zorgt dat je op een andere manier aan het ondernemen bent. Dus we zijn heel erg intern bezig geweest met creativiteit. Maar om ons heen, ja, natuurlijk het probleem van personeelstekort. Dat zie je om ons heen. Niet dat wij daar nu op dit moment last van hebben, maar dat hoor je en zie je wel. En wat me wel is opgevallen, dat hele AI. Oh, daar gaan we weer. Artificial, ja. Heb je al gehad. Nee, maar ik bedoel, iedereen heeft over ChatGPT de laatste dagen. Dus, dat inderdaad echt wel een vlucht neemt. Maar ik denk ook dat we moeten oppassen dat het ons niet voorbij gaat lopen. Ja, want het is een beetje, maar goed, dat is vaak met nieuwe ontwikkelingen. Dat je denkt, god, het gaat sneller dan we denken. Uiteindelijk valt het vaak wel mee. Maar in jouw business qua fietsen heb je niets te maken met AI, nee, toch? Nee, in mijn business qua fietsen niet. Hooguit, ja, je kan het tegenwoordig gebruiken om een pitch te schrijven voor een investering. Weet je wel, dat soort dingen. Maar goed, dat is wel handig. Wij proberen het nog gewoon zelf te doen. Oké. Waar kunnen jullie wakker van liggen als ondernemer? Ook even bij jou, Monique. Wat is dat waar je denkt van jongens, dat houdt me bezig? Waar ik wakker van kan liggen is op dit moment wat wij zelf nu meemaken. Dat we eigenlijk ook 2 jaar aan het ontwikkelen zijn geweest. Iets heel moois hebben neergezet. En ik haal dus een distributeur binnen voor de Benelux. Eigenlijk sneller dan verwacht. En dan loop je voor je eigen fanfare uit. Laat maar zeggen. En dan heb je dus. Nou, dan moet je dus goede kapitaal bij elkaar zien te krijgen. En daar lig ik nu dus wel wakker van, ja. Want jullie zitten in de duurzame, hè, in de biogecertificeerde skincare. Hè, zowel voor body, face en wat is nog meer eigenlijk? Haar. Maar we zijn wel echt bezig ook met. Voor skincare met aan zongerelateerde producten. Dus om bescherming en daarna verzorging. En eventueel ben je net even te laat. Herstel. Maar dat zijn toch dingen die vandaag de dag eigenlijk zo spot-on zijn. Ik bedoel, wat is dan de moeilijkheid om daar financiering voor te regelen?
Nou ja, omdat je moet altijd een bepaalde omzet laten zien. Nou ja, wij zijn al bezig geweest met try-outs en dergelijke. Dus die omzet is nog niet zo heel spannend. Ja, en dan iedere keer film, maar probeer maar wat online in te vullen. Dan kom je niet erg ver mee. Vervolgens zeggen ze, nou, stuur me alles op. En dan zeggen ze, jeetje, eigenlijk komen ze niet eens door het businessplan heen. Dus want zo goed zit het in elkaar. Wij zijn natuurlijk bezig om wereldwijd iets neer te zetten. En ik denk dat ik misschien even wat ingetogener moet zijn met het businessplan. Want ja, om het hele verhaal op te kunnen pakken. Maar is het dan ook, wat ik een beetje beluister, dat je niet in het juiste vakje gaat passen, omdat je zo breed bent? Ja, dat denk ik. Nou, jij zit te knikken, André. Herkenbaar? Ja, ik hoor zeker wat dingen die herkenbaar zijn, ja. Ten eerste moet ik zeggen dat ik niet zo snel wakker lig van iets. In zoverre niet letterlijk. Ik kan gelukkig dingen wel naast me neerleggen. Maar, nou ja, dingen die je zegt inderdaad, van dat je niet in het juiste vakje past. Wij zijn ook bezig om te kijken of we investeringen kunnen krijgen. En dan ben je in gesprek en dan zegt ze van, ja, eigenlijk ben je net te laat voor dit en net te vroeg voor dat. En dan denk van, kom op, als je een goed product hebt en de markt is er. Maar nou ja, de investeerders die kijken anders dan dat ik kijk. Hey, want bij Flevobike, jullie zijn van oorsprong lichtfietsen. Jullie ontwikkelen, ja, en verkopen, et cetera, dat. Jullie zijn een tijdje geleden ook gekomen met een cargobike, Colo geheten. Ja, dat is waar we nu volle bak mee bezig zijn. Oké, okay, maar dan, je zou zeggen, jullie zijn eigenlijk beide, in die zin val je onder start-ups. Daar zijn toch genoeg potjes. En ik hoorde ook weer in de media dat de overheid het wil stimuleren, dat MKB weer geld kan krijgen als de banken niet thuisgeven. Ja. Maar als ik jullie zo beluister, dan is er nog weinig schot in de zak. Ja, blijkbaar zijn er genoeg potjes inderdaad. Ook als je met bijvoorbeeld Horizon gaat praten en dan spreek je met een accountmanager van Horizon, dan heb je hele goede gesprekken en dan denk je van, nou, dit moet toch werken. En dan kom je voor de eerste keer in gesprek met de mensen erachter die de financiën beheren. En dan krijg je dus inderdaad het verhaal van, nou ja, jullie zijn eigenlijk net te laat voor dit en net te vroeg voor dat. Maar en dan, hoe bedoel je dat dan, net te laat? Ik bedoel, hoe kan je nou ergens te laat voor zijn? Nou ja, ze zeggen dan van, kijk, op een gegeven moment ben je natuurlijk, je gaat van een start-up naar, ja, je hebt bepaalde fases in je onderneming. En nou ja, wat ze dan zeggen is van, als je wat eerder was geweest, dan was daar wel een potje voor geweest. Die sluit dan daarop aan. En nu zit je eigenlijk net in zo'n tussenfase dat je het, nou ja, eigenlijk zelf maar even moet zien op te lossen. En als je weer wat verder bent en je hebt inderdaad klanten en je hebt wat dingen bewezen, dan is er wel weer een potje voor. Dan denk ik van, ja. Maar dat is wel een beetje kip-ei, hè? Wat jij ook zegt, ja, natuurlijk. Hè? Het is een beetje, ja, op een gegeven moment moet er iemand in je geloven natuurlijk. Maar in jullie geval, Monique heeft over een businessplan. Ben je daar dan ook mee begonnen? Nee, daar zijn we niet mee begonnen. Dat hebben we hebben wel inmiddels een businessplan en een investor speech klaar. Maar is dat dan niet het probleem meteen? Dat je wel waarschijnlijk een product hebt, maar niet een businessplan? Ja, dat kan een probleem zijn. Ja, dat is ook iets wat ik wel, denk ik, anders zou doen nu achteraf. Ik bedoel, wij zijn heel erg uit een ideologische gedachte bezig met iets te ontwikkelen. En dat hebben we nu heel erg gedaan vanuit ons eigen budget en ons eigen kunnen en onze eigen tijd. Maar eigenlijk had je inderdaad eerst een businessplan moeten maken, wat geld moeten zien binnen te halen. Want nu hebben we eigenlijk ons eigen cent opgesnoept om zover te komen als we nu zijn. Nu hebben we echt een mooi product staan. Dat is in principe productierijp, maar de centen zijn nu wel bijna op om zeg maar die volgende stap te zetten. Nou, dan denk je van, nou, nu hebben we iets staan, nu kun je toch van een investeerder krijgen. En die zegt dan van, ja, maar je hebt nog geen verkoper. Oh, oké. Okay. Ja, nee, nog niet. Maar goed, daarvoor ben ik bij jullie om. Maar het is een beetje een systeemdingetje ook dan, hè, als ik jou zo beluister. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er natuurlijk allemaal, hè, regeltjes waarom je binnen bepaalde potjes valt of niet. Nou ja, Monique, jij zit er ook net buiten. Nou, ik of dat ik mezelf hoor praten. Oh, we kunnen je gewoon uitzetten. Dat, nou ja, wij hebben eigenlijk ook, we hadden wel wat investeerders. Maar ja, goed, die hebben natuurlijk ook op hun manier, maar het is meer familie en mensen die je kent. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar die doen dat als start, hè, als je net begint, omdat ze vertrouwen in je hebben en ze willen je graag helpen. En wij hebben het ook net andersom gedaan, dus ik heb zelf mijn geld erin gestoken. En ja, nou heb ik die klant voor de Benelux, die heeft een bestelling gedaan en die wil dus van ieder product van ons, gaat hij pakketten maken, gaat hij uitzetten bij zijn ruim 200 retailers.
En dan gaat die continu, die bestellingen die gaan lopen per maand. Maar ik moet de verpakkingen inkopen per bulk. Dus het product is het nog niet zozeer. Want omdat natuurlijk cosmetic of skincare is, dan zit je natuurlijk met een houdbaarheid. Dus dat moet je juist laten rouleren. Maar die verpakkingen die moeten klaar liggen. En dat zijn tienduizenden. Maar hoe ga je dat oplossen? Want kijk, we kunnen constateren dat zeg maar de wetten en de regels maken dat je ABC moet doen. En als je dat niet in de juiste volgorde doet, dan heb je dat je net naast het potje past. Of plast. Maar hoe ga je dat dan oplossen, maar niet nu? Nou, ik heb punt 1 heb ik dus mijn distributeur gevraagd of die 50% wil aanbetalen. En ik ben gewoon heel eerlijk geweest van nou, we zijn een jong bedrijf. Ik voel me vereerd dat je zoveel vertrouwen in ons hebt. Hij zegt, joh, ik heb het zelden meegemaakt de laatste jaren. Zo'n mooi, vegan cosmetica merk. Organic en eco-friendly, hè, noem het maar allemaal op. Wat echt ook luxe uitstraalt. Maar goed, je gaat het dus zoeken in jouw netwerk. Je gaat zeggen van, goh, ik moet het daar vandaan halen. Dat ben ik nu wel aan het doen. Want de bank, zelfs mijn eigen bank niet. Hè? Hij zegt, ja. Ik zeg, nou, dat is dan leuk. Ja, maar goed. Hoe ga jij het doen, André, dan? Want de conclusie is daar, maar je wilt wel door. Ja, nou ja, we staan inmiddels 34 jaar. Dus dat doorgaan, dat lukt wel, hoe dan ook. Dan eten we maar een boterhammetje minder. Maar... we hebben dat geld eigenlijk voornamelijk nodig om een gezonde groei door te maken. We kunnen ook zonder geld kunnen we het wel doen. Alleen dan groei je veel te langzaam, moet je het veel te voorzichtig doen. Dan moet je een beetje verkopen, daarmee geld genereren, daar weer mee een volgend stapje mee maken. Terwijl de tijd, zeker voor ons product, de tijd is rijp om nu de aantallen te hebben en nu te groeien. Maar daar heb je dus geld voor nodig. Maar je gaat dan ook waarschijnlijk in jouw omgeving, daar gaat het waarschijnlijk vandaan komen, in jouw eigen netwerk. Dat vind ik lastig waar het vandaan gaat komen. Als ik weet waar het vandaan gaat komen, dan weet ik ook waar ik het zoeken moet. Ja, okay. Ja. Dus, maar natuurlijk proberen we via ons netwerk bij de juiste en dan gewoon vooral goed luisteren naar tips van jou en van iedereen om ons heen. Van heb je hier al aan gedacht? Misschien kun je daar terecht. Ga je ook naar netwerkclubs en zo allemaal die er zijn? Want daar kom je natuurlijk ook een soort vraag en aanbod tegen. In de omgeving wel. We zijn lid van de OVDD in Dronten. En we zijn lid van het bedrijvenplatform gemeente Dronten. Dat zijn twee zakelijke ondernemersnetwerkclubs. En daarnaast, als je 34 jaar bestaat, heb je natuurlijk een heel breed netwerk om je heen. En daar zoek ik ook wel advies. Ja. Als je dan even kijkt, weer een stapje verder. Hè? Want jullie ondernemen, jij dan al heel lang, jij iets minder lang. Maar wat is dan voor jou, André, een van de meest leerzame momenten in je ondernemerschap? Een van de meest leerzame, er zijn er zoveel. Maar wat je echt zegt van, nou weet je, dat is toch wel iets wat voor mij een eye-opener was, zal ik maar zeggen. Als we het nu hebben over wat we nu doen en waar we met het probleem waar we nu mee zitten, dan is het vooral wat ik net al even zei. We hadden eigenlijk eerst een businessplan moeten maken. Eerst wat geld moeten zien binnen te halen. Zodat je niet je eigen kapitaal opsnoept om dat eerste stukje ontwikkeling te doen. Waarmee je dus eigenlijk dat eigen kapitaal wat meer overhoudt om net even die tussenfase te kunnen financieren. Maar jij zit met Colo zit je in dat bike segment wat explodeert vandaag de dag. Mm-hmm. Dan hebben we de Van Moofs, we hebben de swapfietsen. Dan denk ik, nou, daar kun je lekker in mee. Daar staan investeerders voor in de rij, voor miljoenen. Als je hebt gezien hoe het met swapfiets gaat en hoe het met Van Moof gaat. Maar er zitten wel miljoenen in. Ik ben bang dat die miljoenen vooral verbrand gaan worden. Want Van Moof staat er niet zo goed voor. Swapfiets staat er niet zo goed voor. Die hebben afgelopen jaar, weet ik veel, hoeveel... In mobility zit er wel een soort van tractie. Ja. Maar dan kom je weer terug op je businessplan, et cetera, waardoor je weer net tussen wal en schip komt. Ja, dat denk ik. Ik vind het dat is een leerweg waar we ook nu een beetje mee bezig zijn. Ik vind het lastig om daar de vinger op de pols te leggen wat we fout doen, waardoor een swapfiets wel miljoenen binnenhaalt en waardoor wij vragen geen miljoenen, we hebben maar een paar ton nodig. En waarom het ons niet lukt om die paar ton binnen te halen, zeg maar. Dat zit hem denk ik vooral in... Het feit dat het nieuw is voor ons. Ik bedoel, wij zijn nooit bezig geweest om externe financiers binnen te halen. Dus dat is een leerweg. En, nou ja. Jullie zijn meer vanuit het product en vanuit... Ja, we zijn heel erg vanuit het product. We kijken heel erg van wat is het probleem? Hoe kunnen we het oplossen?
En dat proberen we altijd heel erg in huis te doen. Maar op een gegeven moment heb je gewoon, zeker als je groei wil doormaken, heb je inderdaad wat extra financiering nodig. En dat is een heel andere tak van sport dan waar wij ons dagelijks mee bezighouden. Maar ga je dan niet gewoon een extern iemand gewoon vragen? Kijk, Monique vraagt het aan iemand anders om samen te gaan. Maar je kan ook zeggen, we pakken een bedrijf en kan je dat voor me regelen? Kan, maar die moet je weer betalen en daar moet je weer geld voor hebben. Ja. Dus dan zit je weer in het kip en ei. Oh ja. Ja, maar goed, je moet niet in rondjes blijven fietsen, zullen we maar zeggen. Want dan ben je een tijdje bezig. Ja. Hey Monique, wat is voor jou dat je zegt van nou, een van mijn leerzame momenten tot nu toe die ik graag wil delen? Nou ja, wij zijn net als jullie eigenlijk ook begonnen uit een idee, hè, uit een passie. Hè. Je weet dat ik duik. En toen kwam natuurlijk het kapot zien gaan van de koralen. Ja, dat je dan verder gaat met je merk om het zo goed en zo duurzaam mogelijk te doen. Ook een sociaal aspect. Hè. We betrekken daar ook de bevolking op Bali bij voor de ingrediënten. Ja, want jullie zitten voor een deel in het buitenland. Hè. Dat is, ja. Jij zit lekker hier, maar de rest zit op een zonnig oord. Lekker. Ja, echt. Maar wat is nou iets, hè? Want het is natuurlijk vallen en opstaan. Wat is een ding waarvan je zegt van, dat had ik echt, als ik dat geweten had, had van hoop gescheeld qua gedoe, qua geld? Nou, eigenlijk had ik in het begin, hadden we onszelf misschien wel serieuzer moeten nemen. Als ik heel eerlijk ben. Want wij begonnen iets omdat we het gepassioneerd, we vonden het leuk. En net wat ik zeg, het is eigenlijk best wel hard gegaan. Want mensen pakten ons verhaal op, we werden geïnterviewd. En nu heb ik dan dus dat contract met die distributeur. We hadden misschien, dus net wat jij zegt, in het begin moeten denken van, hey, we worden best wel goed opgepakt. Het is een goed idee. Hoe onze groep in elkaar zit, dat spreekt een hoop mensen aan. Laten we nu inderdaad iemand inschakelen om met ons te kijken, een businessplan en voor die financiering. Maar wij dachten, joh, we hobbelen wel lekker door. Maar dat is beetje wat jullie allebei zeggen. Het is door passie gedreven. En we gaan gewoon wel zien waar de weg naartoe leidt. Maar goed, dus je moet iets verder vooruit kijken. Ja. Wat is, want bij jullie kan ik me voorstellen dat als je heel succesvol wordt met de skincare, dat de grote merken, we kennen ze allemaal, zeggen mooi, copy-paste, dankjewel Monique en Co. Ja, daarom hebben we nu, laten we iedereen een NDA ondertekenen. Die informatie van ons vraagt. We hebben een heel ambassadorsprogramma opgezet. We willen ons ook echt in die surf zien, in de zeil zien, op het water en in met skiers. We hebben nu een altitude line hebben we ontwikkeld. Om daar iets moois mee neer te zetten. En daar hebben de eerste sporters of atleten of wat dan ook hebben zich er nu bij aangesloten. Een soort Red Bull ideeën natuurlijk. Eigenlijk wel. Okay. En dat wordt echt super cool. We zijn ook bezig met bekende Nederlandse windsurfer, om dat hier in Europa wat meer smoel te geven, zeg ik dan maar. En dat we zit zo goed, maar net wat ik zeg, we laten eerst iedereen een NDA ondertekenen. We trappen er ook niet meer in. Maar jullie zitten, sorry dat je van onderbreek, maar dat hele biostuk, dat hele duurzame, dat groeit ook als kool. Dat is toch gewoon landje pik. Dan zien ze gewoon wat je doet. Je koopt een pot en ze gaan het namaken. Dat bedoel ik meer. Oh, zo bedoel je. Zo be het dan maar. Dat kan je natuurlijk toch niet tegenhouden. En dan moet je gewoon zorgen dat je voorop blijft lopen. Okay. Dus wij hebben wel een heel bevlogen team die continu aan het kijken is van hoe kunnen we onszelf verbeteren. Dames, heb ik het ook over creativiteit op de werkvloer. En dan is het ook nog eens een keer super tof. Wij zitten allemaal in een andere omgeving. Dus ik zit hier in Nederland. Nou, mijn dochter zit nu weer in Milaan. En dan het team op Bali. We hebben er eentje in Australië zitten. Dus een andere omgeving vraagt ook weer, wekt ook weer nieuwe ideeën op. En ja, die luxe hebben wij. Ja, ben jij niet, André, bang tussen haakjes, zeg maar, dat een bike producent zegt, god leuk, die Golo, dat gaan we ook eventjes doen. Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Want? Nee. Nou, we hebben heel veel gedaan voor andere grote bedrijven. We hebben voor Gezellig gewerkt, we hebben voor Giant gewerkt, we hebben voor Batavus gewerkt. Ten eerste zijn in ieder geval in Nederland of in Europa zijn er bedrijven in de fietsindustrie niet zo extreem copy-paste. Een enkeling, maar nee, daar ben ik niet zo bang voor. Ten eerste is het een vrij technisch concept. Dus wil je het al gaan kopiëren? De kracht zit hem juist in die techniek en in de finesse. En we hebben in het verleden gemerkt dat als je, zelfs als wij voor noem maar een gezellig project doen, als je dat gewoon over de drempel gooit, zeg maar, dan gaat dat fout. Dus dan moet je dat nog wel begeleiden daar intern, dat juist die finesses ook gezien worden en de reden waarom je een keuze hebt gemaakt,
dat ook meegenomen wordt. Maar dat is ook meteen je kracht dan, zullen we maar zeggen. Ik bedoel, niet iedereen zal het zien, maar het is er wel. Ja, als je kijkt naar groeikansen, want jullie richten je, waar richt je eigenlijk op? Is dat op de regio? Of? Nee, niet zozeer op de regio. Wij richten ons eigenlijk op de last mile, dus op alle grote steden. En wij willen dat vanuit Nederland laten groeien. Dus in eerste instantie zal dat Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, zeg maar alle grote steden in Nederland zijn. Maar dat is in principe, het probleem speelt wereldwijd. Dus, ja. Alleen, ja, je gaat niet beginnen met fietsen naar Australië leveren. Tenminste, dat moet niet je intentie zijn om daarmee te beginnen. Dan zoek je het wel heel erg ver weg. Ja, moet je even zo'n spreider op doen voor de skincare, denk ik alvast. Ja. Hey, maar even kort bij jou ook, Monique, als je zegt groeikansen. Maar jullie zitten wereldwijd ook te kijken. Dus het is niet specifiek naar de regio toe. Nee, maar dat komt ook omdat overal schijnt de zon. Ja. Dus iedereen heeft mijn product ook nodig. En als je je dan insmeert, waarom dan niet met een super keigoed product, wat ook nog eens een keertje duurzaam gefabriceerd is en ook nog eens een keer tot doel heeft om de oceanen weer te beschermen en ook via de Coral Gardens weer de koralen op te bouwen. Dus dat spreekt natuurlijk ook gelijk een grote groep mensen aan. En we beginnen dan wel met de landen die ook een lange kustlijn hebben. Want daar speelt het veel meer. Iemand in Düsseldorf zal niet misschien wat minder snel affiniteit hebben met ocean preservation. Dus dus dat. Okay. Die heeft dan wel weer onze fiets nodig. Ja, ja. Oh, dat bedoel ik. Ik zie een samenwerking opkomen. Jullie moeten even koffie drinken. Even dan toch richting de regio. Stel je voor dat je de baas mocht zijn van ondernemend Flevoland. Wat zou je dan willen aanpakken, Monique? Of dan, vind je het allemaal prima? Als van ondernemend Flevoland. Nou ja, ze zeggen ook dat hier alles kan, hè? En ik heb je al eerder gezegd, qua ondernemers om me heen ben ik fan. Want ik zie heel veel goede ideeën en hardwerkende mensen. En vooral ook vrolijke mensen die ergens wat van proberen te maken. Nou, blijft dat dan ook vooral gewoon zien als overkoepelende organisatie. Als bijvoorbeeld een Horizon of een Rijksoverheid, wat dan ook. Om juist die ondernemers die net eventjes een ander product hebben dan wat nu allemaal zo trending is, om daar ook oog voor te hebben. Verlies dat alsjeblieft niet. En dat moeten zij misschien ook wat creatiever worden op de werkvloer. Ja. Dat zou mooi zijn. Dus ook weer een beetje meer oog voor het MKB waar we het aan het begin even over hadden. Wat is dat voor jou, André, als jij de baas mocht zijn even? Nou, ten eerste denk ik niet dat ik de geschikte persoon daarvoor ben. Maar, ja. Goed, dat is dan even daar laten. Maar inderdaad, vooral aandacht aan voor die kleine. Eigenlijk haal je me de woorden uit mijn mond. Ik was lekker eerst. Ja, je was lekker eerst. Die kleine dingetjes die inderdaad niet zo trending zijn. Ik sowieso. En ik zit er ondertussen even te denken, maar ik ben niet zo'n hele grote fan van de subsidiecultuur. Dus ik zou persoonlijk ik zou liever stimuleren dan subsidiëren. Oh ja, nou dat allitereert sowieso al lekker. Daar begint het al mee. Hè? Ja. Maar goed, oké. Dus dat is Hey, dan eventjes richting het einde van dit programma vragen we altijd eventjes nog een aantal ondernemerslessen of tips. Maar misschien zijn ze al geweest. Heb jij nog een tip dat je zegt tegen de ondernemer van luister, dit is toch iets wat ik echt nog kwijt wil? Nou, blijf vooral ook in jezelf geloven. Je hebt een idee, je wil graag iets. Blijf ook dat doel voor ogen houden. En ja, als je dan niet helemaal rechtdoor kan, is een keertje rechtsom of linksom helemaal niet zo erg. Al moet je onderdoor of overlang, ook niet erg. Nee. Maar je wil iets en blijf in jezelf geloven en in je team. En jij, André, wat zou je nog willen toevoegen? Nou, de woorden worden me weer uit. Ja, jij zegt, je moet de fiets pakken. Want dan. Nou ja, vooruitkijken. Niet te laat ergens aan kloppen. Dus inderdaad, op het moment dat je denkt dat je op een gegeven moment geld nodig hebt, niet daarmee bezig gaan op het moment dat je nodig hebt, maar daar van tevoren al mee bezig zijn. Dat vooral. Dus okay. Ik zou, gezien hoe wij het nu gedaan hebben, zou ik het iets meer omdraaien. Eerst in het begin al wat meer steun zoeken. Oké. En dan. Hartelijk dank voor jullie inzichten en wijze woorden. Voor het prettige gesprek ook. André Vrielink, mede-eigenaar van Flevobike. En Monique van der Wal, managing partner van Beach Street Skincare. Hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. Jij bedankt. Jij bedankt voor het luisteren dan wel het kijken naar deze aflevering van Groeibus. Wil je meer informatie? Check dan even de site van Horizon Flevoland. En ik zie je graag de volgende keer.